Hoi, ik ben David. Ik ben de kinderburgemeester van Overbetuwe en ik wil speeltuinen verbeteren. Vandaag ben ik in een pan voetbalveld inzetten en ik wil dit verbeteren. Want hier liggen nu allemaal tegels, maar ik wil hier liever gras. Omdat het fijner is voor de keepers, dan kunnen ze duiken. En het is ook fijner voor de spelers, want dan kunnen ze beter rennen en dan val je ook minder hard. Hallo, ik ben Jocelyn van Grootel en ik ben verantwoordelijk voor de speelprojecten van gemeente Overbetuwe. In 2019 loopt speelproject Zetten, Driel, Randwijk en in Doornik en we hebben voldoende budget om de huidige speelplekken te renoveren. De gemeente heeft mij verteld dat er niet genoeg geld is voor grote aanpassingen. Daarom moeten we zelf in actie komen. Inwoners kunnen zelf een subsidie aanvragen bij stichtingen of fondsen waar wij als gemeente niet voor in aanmerking komen. Omdat we ons voor kunnen stellen dat u niet precies weet hoe dat moet, organiseren we een informatieavond. Heb jij ook goede ideeën voor speelplekken? Ga dan samen met je ouders naar de informatieavond. Kom samen met mij in actie. Wil je meer weten over de infoavond? Stuur dan een mailtje naar het e-mailadres hieronder.